Toen ik een klein kind was, vroeg ik aan mijn moeder: mama, wat gebeurt er als je doodgaat? En toen zei ze: dat is net alsof je gaat slapen. Alsof de televisie op zwart gaat. Zwart gaat. Zwart gaat. Hoi, ik ben Laura en ik wil graag weten wat de kleur zwart voor jou betekent. Laat me uitleggen waarom. Ik studeer kunstgeschiedenis in Utrecht. Maar tijdelijk ben ik een Mechelaar, want voor de aankomende paar maanden ben ik stagiaire hier in Museum Hof van Bisleiden. Waar ik leer hoe het is om te werken in een museum over de Bourgondische tijden in de zuidelijke Nederlanden. Dit is de eerste in een serie van korte video's tijdens mijn stage hier bij Hof van Bisleiden, waarin ik me vooral bezighoud met de tentoonstelling Back to Black. Om uit te leggen wat Back to Black is, even terug naar de start. Terwijl je dit kijkt, is de kans groot dat je minstens één zwart kledingstuk aan hebt. Het is een populaire kleur en wordt op oneindig veel manieren gebruikt. Vroeger was dat ook zo, maar men zag iets anders in zwart dan wat wij nu zien. Tegenwoordig wordt textiel geverfd met synthetische kleurstoffen die in fabrieken worden gemaakt. In de Bourgondische periode bestonden die verfstoffen echter nog niet. En toen moest men aan de slag met natuurlijke ingrediënten, zoals groen verven met brandnetels of oranje verven met uien. Echter, er is geen enkele plant die de kleur zwart oplevert. Met allerlei recepten en combinaties van ingrediënten zoals indigo, wede of meekrap probeerden ververs om een zo diep mogelijke kleur zwart te creëren. Maar dit was lastig en duur, want de planten die ik net noemde zijn lang niet zo veel voorkomend als uien of brandnetels. En daardoor werd zwart een duurdere kleur, die de Bourgondische heersers zoals Philips de Goede droegen als statussymbool. Veel recepten om zwart te verven zijn opgeslagen in eeuwenoude receptenboeken. Zouden wij tegenwoordig, met behulp van die boeken, die recepten nog kunnen nabootsen? Dat is wat het project Back to Black onderzoekt. Back to Black is recent geopend in het museum en is een onderzoeksproject dat heeft geprobeerd deze recepten na te maken. Samen met de Nederlandse kunstenares Claudie Jongstra. Jongstra produceert op haar eigen boerderij natuurlijke kleurstoffen voor haar textielkunstwerken. Maar toch bleek het zwart verven ook voor haar nog niet zo makkelijk. Van de kleur zwart kan ik in ieder geval vertellen dat wij altijd enorm geploeterd en gezocht hebben om die kleur te bereiken. En dat het heel moeilijk was om echt die hele diepte of een blauw of een groen-zwart, wat mij heel erg fascineert, goed te bereiken. Het was altijd een beetje bruin-zwart, was niet echt een overtuigend zwart. Voor mijn stage doe ik zelf ook onderzoek in het Stadsarchief hier in Mechelen naar de documenten over wie hier zwart verfde. Want er waren geen zwartververs, maar wel blauwververs. Daarover in de toekomst hopelijk meer. De uitkomsten van het project met Claudie zijn te zien in Hof van Bisleiden. In de tentoonstelling kan je ook je mening achterlaten en opschrijven waar jij aan denkt bij de kleur zwart. Toen ik in september deze briefjes ging tellen samen met mijn collega Tia, hadden al 342 mensen opgeschreven wat ze van de kleur zwart vonden. Oké, heel eerlijk, van die 342 hebben 74 mensen tekeningen gemaakt die heel mooi, maar totaal niet relevant waren. En dan waren er nog eens 77 mensen die iets hebben geschreven wat ik zou noemen in de categorie overig. Oftewel onbegrijpelijk, onleesbaar of onrelevant. Dan blijven er nog 191 briefjes over. Veel daarvan vielen in overlappende categorieën. De grootste waren nacht en duisternis. Ook negatieve emoties zoals angst en somberheid werden vaak genoemd. Gerelateerd daaraan waren rust en stilte. Onderwerpen zoals de dood en griezelig. Maar mensen dachten ook aan zwart als kleding, waarbij het vaak genoemd werd als chic, simpel, tijdloos, mysterieus. Andere mensen dachten bij zwart aan andere kleuren, aan de ruimte, aan de religie, aan rockmuziek en gotiek en aan een heleboel andere woorden zoals diepzinnig, de eeuwigheid en intens.
Oké, dat waren een heleboel briefjes. En al deze antwoorden op de vraag, wat betekent de kleur zwart, hebben bij mij eigenlijk alleen maar meer vragen opgeleverd dan antwoorden. Hoe kan het dat één kleur op zoveel manieren populair is? Why can't we pick our own colors? No way, no way. Try it once, it doesn't work. You get four guys all fighting over who's going to be Mr. Black. Gekleed gaan in zwart kan deel zijn van je persoonlijke stijl of juist van je werkuniform. De kleur zwart kan je onopvallend maken of juist heel opvallend. En daarom wil ik in deze paar video's op zoek gaan naar de vraag, wat zijn de betekenissen van de kleur zwart? Is zwart nu anders dan zwart vroeger? Wat is er sindsdien veranderd? En in welke opzichten zijn we misschien toch hetzelfde als onze Bourgondische voorouder? Even een hele grote disclaimer. Ik ben me ervan bewust dat de kleur zwart ook een grote rol speelt in thema's zoals racisme over de hele wereld en dat het hele belangrijke discussies zijn die absoluut gehouden moeten worden. Ja, ik vind die discussies ook belangrijk, maar nee, daar zal de serie niet over gaan. De discussie is te gecompliceerd om op deze manier te bespreken en ik weet er niet genoeg van af en ben er niet de juiste persoon voor. Dan even wat schaamteloze reclame. Maar als je geïnteresseerd bent, zou ik je zeker aanraden om langs te komen bij Museum Hof van Bus Leiden in Mechelen en een kijkje te nemen bij de tentoonstelling Back to Black. Laat je mening achter over de kleur zwart en vertel wat jij ervan vond. In de eerste echte aflevering die over 3 weken verschijnt, vertel ik over de strijd om het allerzwartste zwart, zowel nu als vroeger. En ga ik verven met een kleur zwart die 99% van het licht opneemt. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat je mening achter in de comments en tot snel.